Ja, goeiedag mensen. Ik zat lekker op het terras, even met de meiden. En ik heb altijd tijd voor mijn fans. Jullie wel een fotootje, jongens? Ja, toch. Hoe heet jij? Seven. Seven? Seven. Seven. Ja, man. Seven. Is dat je gangster naam of je echte naam? S7. S7, oké dan. En jij? Richard, oké. Nou, jongens, wat ga je doen vandaag? Paddenpoel in. Chillen. Paddenpoel in. Even verlof. Oh, op verlof? Ja. Van wat? Poortje. Poortje, dat is toch een bias, jongens? Ja, zeker. Ben je wel op verlof? Heb je geen enkelband? Nee. Nee? Wat heb je gedaan dan, dat je daar zit? Ja, allemaal dingen uitgevreten. Ja? Wat dan? Ja, geen gekke dingen? Jawel. Nee, je bent echt gangster, hè? Jij praat daar niet over. Nee. Kijk mij eens aan. Kijk mij eens aan. Ik denk diefstal. Brandstichting? Nee, ja, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Ja. Oom Alex heeft er wel een beetje kijk op. Ja. En nu hebben jullie verlof. Hoe lang hebben jullie verlof dan? Ja, ik ben begeleider. Ik ben zijn begeleider. Oh, jij bent de begeleider? Ja. Oh, jij lijkt ook een halve boef, man. Godverdomme. Zeker. Nou ja, ze nemen tegenwoordig ook iedereen aan daar bij het poortje. Hoe heet jij? Richard. En jij vermaakt je wel met die jongens? Ja, zeker. Maar er zit geen kwaad in die hele vent. Nou, dingen schijnbedriegt, hè? Ja, heeft hij wel eens een periode? Ja. Ja. Maar ik geloof ook niet dat het altijd even makkelijk is, of wel? Ik was gepakt in Duitsland. Ja. Met wapens en drugs. Ja. Ja. En toen, in Duitsland, wapens en drugs, vinden ze niet lachen. Nee. Toen kwam je daar vast te zitten. Ja, met mijn beste Mattie, een uurtje. En toen ben ik overgeplaatst naar hier. Oh, een uurtje? Ja. Ja. Omdat, hoe oud ben jij? 15. Godverdomme kerel. En dan al die flauwekul aan de hand. Ja, dom. En nu dan? Wat is jouw toekomst dan? Ik ga weer terug naar mijn oude groep. Ja. En dan ga ik aan het werk en zo. Oké. Okay. Ja. Ja, ze zeggen het, hè? Arbeid mag vrij. Zeg dat eens. Arbeid mag vrij. Goed zo. En hey, luister mensen. Ik ben een beetje stil van, man. Oh. 15 jaar, al zo'n verhaal. Ja. En nu dan school. Gaan ze ook naar school bij jullie? Ik ga voor mijn diploma weer. Ja, wat voor diploma? Gewoon dat ik mbo-diploma, gewoon dat ik kan werken, toch? Ja. Oké. Okay. En geweld? Je bent niet gewelddadig? Nee. Nee? Nee hoor. Kijk hem even aan. Geweld lost niks op, hè? Nee, geweld lost niet niks echt op. Geweldig. Nee. Ja, oké. Okay. Nou, goed je best doen. Ik denk dat je goed je best moet doen. Jazeker. En je hoeft niet altijd te luisteren naar hem. Nee. Maar vaak wel. Jazeker. Ja. Komt goed. Hé, hey, en met je ouders dan? Wat vinden die hier allemaal van? Ja, die vinden dat ik het nu wel goed doe hier. Ja. En die komen wel op bezoek? Ja, ja, elke dag bijna. Ja. Oh, dat is mooi. Ja. Dus die houden wel van jou? Ja. En jij houdt ook van je ouders? Zeker. Nou, dan heb jij in ieder geval wel mensen waarvoor je moet gaan, Pik. Ja. En waarvoor jij een goede toekomst moet gaan bouwen. Ja, vooral van mijn moeder. Ik hou maar van als ik jou zo aankijk nog een keer. Je kan het wel hoor, Pik. Ja, SO naar mijn moeder. SO naar zijn moeder. Ik weet niet, mag ik haar nummer? Jongen, ga Ik bedoel, je hebt wel mooie ogen. Nee, maar goed. Mensen, ik vond het tof jullie even te ontmoeten. Zo, ja, ook de begeleider. Ik heb je ook al eerder ontmoeten. Waar? Foxel. Toen stond je midden op de weg de auto. Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Hoe heet jij ook weer? Richard. Hè? Richard en Seven. Seven. En jouw echte naam is? Seven. Seven. Ja. Seven Valentino. Ja. Valentijnsdag ben ik geboren. En straks rij jij in een Volkswagen Up. Nee, dan heet je 7 Up. Geweldig. Ja. Nou mensen, ik ga even verder hier. Wat gaan jullie doen op verlof? Want je bent even buiten. Ja. En heb je ook al in de isolatie gezeten? Een jaar geleden al. Ja? En hoe lang? Hoe lang? Een dagje. Een dagje. Dat is niet mooi, hè? Nee. Nee, helemaal niet als je 15 bent, jongen. Wel een tv erin. Ja, oh, een tv in de ISO, ja? Ja. En verder dan, hoe ziet jouw dag eruit? Zit je veel achter de deur? Nee, gewoon op de groepen, school en zo. Ja. En, chillen. En meiden en jongens samen? Of? Ja, ik heb ook een vriendin daar. Oh, je hebt een vriendin binnen. Hoe heet zij dan? Joel. Joel, nou doe even een SO'tje naar Joel. SO naar Joel. SO naar Joel. Hij houdt van je. Nou, mooi man. En samen ontsnappen, is dat niet wat? Nee. Dan moet hij hem niet meeluisteren. Als ik... Bonnie en Clyde. Ik zat met die jongen. Van Bonnie en Clyde? Ja, dat ken ik niet. Nee, geen frisse gozer. Maar ja, ze hebben er wel wat moois gemaakt in die serie van Netflix. Maar het is geen frisse gozer. Rook je ook al? Zeker. Dat kan niet voor mijn neus. Hup. Weg met die sigaret. Hey. Hup. Nee, dat doen we niet. Oh. Dat is geen respect, hè?
Godverdomme, wat zijn er ook figuren. Oh, dat is de jacht van tegenwoordig, mensen. Maar goed, Seven, ik wens je een fijne dag. Yo, jij ook. We hebben even een mooi filmpje gemaakt, jongens. Ik denk dat het helemaal goed komt met deze jongen. Hoe lang moet je nog, Seven? Vrijdag kom ik vrij. Vrijdag kom je vrij? Ja. Gaan we een feest vieren, ouwe? Hey. Vrijdag komt hij vrij, mensen. Pas op. Ja. Hou ramen en deuren gesloten. Ja? Oké. Okay. Hoi.